Lieve mensen, het is werkelijk hartverwarmend dat u met zoveel bent gekomen. Afgelopen maandag was een dag van angst, woede en verdriet. Een dag die je nooit hoopt mee te maken. En tegelijkertijd een dag van grote saamhorigheid, compassie en medemenselijkheid. Het bewijs dat we elkaar in Utrecht vinden in tijden van nood. Uw betrokkenheid was overweldigend. En uw initiatieven om de slachtoffers te herdenken, de nabestaanden te steunen, zijn echt van enorme waarde. Dank u wel. Wat een mooie, zonnige dag beloofde te worden, werd een zwarte dag. Nietsvermoedende en onschuldige mensen werden onder vuur genomen. Om 11:15 stond de tram stil. En daarna de rest van Utrecht. Terrassen bleven leeg. Scholen hielden kinderen binnen. Horeca en winkels sloten hun deuren. Bussen en trams reden niet. Een lege stad op klaarlichte dag. De stad werd stil. Alleen klonk het geluid van trauma- en politiehelikopters boven het 24 oktoberplein. Hulpverleners werkten eendrachtig samen om de slachtoffers te verzorgen, om de verdachten te zoeken. Nu, 4 dagen later, overheerst er nog altijd ongeloof en afschuw. 3 mensen vonden de dood. 2 uit Utrecht, 1 uit 5 Heerenlanden. 3 mensen raakten zwaar gewond. Met 1 van hen gaat het gelukkig weer veel beter. Met de andere 2 helaas nog niet. Ooggetuigen proberen de beelden en belevenissen een plek te geven. Daarom is onze stad vandaag opnieuw stil. Lopen we in stilte naar het 24 oktoberplein. Om de nabestaanden te steunen. Om ons medeleven te tonen. En om te laten weten dat er ook in Utrecht geen plaats is voor haat en geweld. Laten we vandaag, maar ook morgen, elkaar vasthouden. Laten we op de bres staan voor een samenleving waarin iedere dag de stem wordt gehoord van vrijheid, tolerantie en verdraagzaamheid. En zoals onze stadsdichter Onno Korsters het deze week omschreef, ik citeer: laten we buigen naar wie na vandaag niet meer onder ons is. Laten we stilstaan, niet oordelen. Ze zeggen zoveel, maar nu laten we voor de helderheid zwijgen. Dank u wel.